neemt je mee. En de trap brengt de zaal in extase. Vorige keer een zeer snelle trap, het kan weer gebeuren. Het is als een voetbalwedstrijd. Hij gaat erin binnen een minuut of je blijft heel lang rommelen. Maar als je het haalt bij de trap, schrik maar even goed, dan gaat het hier om, Pierre. Laat ze maar weer zien. Ja. Hier in Nederland weet het nog en zal het niet vergeten. Kijk aan, daar zijn ze. De twee koffertjes met 50.000 gulden zijn inderdaad te winnen of te verliezen. 10 minuten speldspanning en zij zijn misschien voor u de 50.000. We wensen u veel succes. Ja, veel succes. Laat even kijken waar ze naartoe gaan. Dan kan je bij mij komen staan. Dan zie je meteen de kluizen daarboven. Er zitten in de 5 opdrachten, kom een beetje hier staan. De 5 opdrachten, weet je, altijd 2 hele lastige. Sowieso, de spiraal zit er altijd in. Er zit nog wel een hele lastige in. En de andere 3, dat hangt een beetje van de zaal af hoe snel we daar doorheen komen. De klok gaat lopen als ik het zeg. De klok stopt als de opdracht voltooid is. En jullie hebben beslist of je doorgaat of stopt. Pas dan stopt de klok. Het spel kan op de wagen. We gaan de eerste trede spelen voor een bedrag van, en kijk, 5.000 gulden. Als we hier dus mis zouden gaan, dan heb je sowieso 5.000 gulden binnen als we de eerste halen. Daar gaat hij. Wat wordt de opdracht? Los 1. We gaan kijken wat 1 is. Als 1 een opdracht uitleg vereist, dan moeten we nog even wachten. Het is de spiraal. Meteen raak. De spiraal op 1. De klok gaat lopen op het moment dat je de pen in je handen hebt. Daar gaan we. De spiraal als eerste. En rustig aan. Ik dacht, daar gaat hij helemaal verkeerd. We hebben in totaal nog over, dat weet ik niet, wat geeft de klok nu even mals aan op dit ogenblik? Achterloop bij de jury sowieso een stopwatch mee. Wat geeft de...
7:30 is er nog over. 7:13. De klok begeeft het voor de tweede keer, laat hij ons in de steek. Even tot rust komen. Wat had je gedaan als je hier had moeten stoppen? Had je de 5000 gulden genomen of de prijs ter rechterzijde? Prijs? De prijs. Dan hadden ze gehad, Pierre. Wat? Ja, dat was een vlucht uit de dagelijkse werkelijkheid. En die was begonnen met het belastingvrij inkopen. Plus daarbij het pluspakket van onze nationale trots die u in New York had afgeleverd. 2 weken, 2 personen, geheel verzorgd, was u naar Amerika gevlogen. Maar we zijn nog steeds in de race en er zitten veel meer prijzen in. Weet dat er altijd, of in ieder geval zit er 1 miskleun in, of eentje die, of 2 soms. Dit is een zaalvraag en het is een telefoonvraag en het is een helpvraag. En help ons eruit allemaal. En we zitten in Den Bosch, dus ik heb goede hoop. Je kunt meteen bellen. Het hoeft niet in goede volgorde, maar helpt u ons. De klok gaat nu lopen. Noem de 10 geboden. Nou, kom op jongens, help. 10 geboden. Bel de bisschop. Bisschop, een bisschop of hier. Ik schrijf ze op. Getuigenis, ja. Echt breken. Goed, jury. Heb je naast de lief? Naast de lief. Ja, er is 1 rot. Er is 1 rot, hoor je het? Ja, ga door. Niemand. Wat hebben we verder nog? Roep daar, daar zit iemand. Daar zit iemand, hè? Zeg het maar. Niet begeren wat? Uw naaste, had ik die al niet? Jury, is die goed, niet begeren? Eert uw vader en moeder. Begeren. Naaste. Ja, waar moet ik nou in kijken? Wie moet ik nou bellen? Leven. Vader, moeder had ik toch al? Ja, heb ik al. Wat? Kom jongens, ik heb er nog 2. Nog 2. Geen andere godendienaar. Geen andere godendienaar. Is die goed, correct? Die is niet goed. Wat? Ja, die is wel goed. Gij zult niet afgoden, hè, is dat? Laatste. Gij zult niet onrechtvaardig zijn. Gij zult niet onrechtvaardig zijn, is die correct, jury? Ja, gij zult niet onrechtvaardig. Kom op, jongens, kom op. We hebben 10, ja. Doorgaan of stoppen. 3. Let op de tijd, 5. Stop de tijd. Stelen hadden we, die staat erop. Hier stelen was 4, als je hem ziet. Alles is correct. Klok is gestopt. Wat had je gedaan als je was gestopt? 10.000 gulden of de prijs ter linkerzijde, jongens? 10.000 gulden. Ja. 10.000 gulden, daar gaan we. Dan hadden ze niet gehad, Pierre, ter linkerzijde van de 10 mil. Hoor, zien en zwijgen. Natuurlijk, een tv zult u beslist hebben. Maar compleet is uw huiskamer met deze fantastische audio cube en video recorder. Daar hebben ze niet. Dat had je gehad. Ziet er heel mooi uit. Uitstekend. De klok gaat direct weer lopen als het spel opkomt. Het spel is bekend. Het is het Mikado-spel met vergrote stokken. Je speelt het. Het is 2 hele moeilijke die erin zit. Je laat ze vallen direct in een bos. Ja. Dan haal je ze, pak je ze eruit zonder er 1 te bewegen. Dat is het aloude Japanse Mikado. Ik word er nerveus van. Ga erbij staan. De klok gaat lopen als je ze laat vallen. En dan trek je touwtje los. Kom op, ja, want die klok loopt. Nog niet, maar die gaat nu lopen. Ja, nee jongens, nou moet je ze recht omhoog zetten. Recht omhoog, ze stonden goed. En even stampen. En nu laten vallen. Oké, wacht even, wacht, voordat je wat doet. Heel stil. Ja, pak maar. Zonder 1, ho. Tijd. Ik heb er namelijk maar 5 nodig. Zonder te bewegen. 2, ho, kalm. 3. Nee! Moet je opnieuw, kom op, je moet opnieuw nu. Daarom zeg ik, doe het nou rustig en overleg. Leggen. Stil. Nee, bos maken, neerzetten, laten vallen. Kom op, jongen. De tijd loopt. 4:30. Kom op. Ja. Die ene. Ja. En laat liggen. Rustig. En allebei tegelijk, dat helpt. 1, zonder te bewegen. Pak maar. Stil, kijk uit. Allebei tegelijk, ja.
2. Pak maar. 3. Pas op jongens dat het nou niet misgaat. Wacht even, hij is niet. 4. Pas op hoor. 5. Kom op, daar is hij. Stop, de klok. Ga je door, stop je, ga je door. De klok loopt nog eigenlijk. 4. Oh, je gaat toch. Oh, durf je dat aan? Ja, ik weet het niet. Kind, hoe durf je dat aan? Je hebt nog 4 minuten de tijd. Wat had je gedaan als je gestopt was? 11.000 gulden genomen of de prijs ter rechterzijde? 11. Je had het geld genomen. Pierre, wat hadden ze als prijs gemist dan? Ja. Willem had u niet alleen laten stikken, maar ook naaien op deze uit grootmoeders tijd stammende nijvere naaimachine. Die had je gehad, niet gehad, je had in feite 11.000 gulden genomen. Kijk aan. Luister goed, waanzinnig moeilijk weer, denk ik. Je krijgt een zin te lezen. Die zin, daar zitten een aantal gaten in. Die gaten moet je uitbeelden, naar mij toe en naar de zaal toe. We mogen allemaal meedoen. Als je die gaten hebt gevuld van die zin, dan is er een oplossing achter. Dan is er een oplossing. Op het moment dat de oplossing binnen is, wordt er gebeld. Als je over je tijd heen gaat, dan hang je dus. Ja. We gaan hem spelen voor 250 gulden. Hier is de zin. Wij moeten dus uitbeelden. De klok loopt nog steeds niet hoor. Dus ja, ik begin wel. Maar je mag absoluut niet praten. Anders doe je de doek in je mond. Dit is de zin. Dit is nog wel niks. Deze Engelse puntje speelde vroeger in puntje en stapte later over naar de puntje. Hij werd bekend als puntje. Het gaat om. Dus, nou krijgen we direct het woord te zien. Ik zal beginnen voor jullie. Blijven jullie staan. Mag absoluut niet gesproken worden, maar als jullie het kunnen raden, de klok gaat nu lopen. En dame, ook deze opera zanger, deze Engelse zanger, deze Engelse baron, acteur. Kom op, volgende hier staan. Kom erbij en geef aan. En niet praten, absoluut niet praten. Neem anders de doek in je mond. Neem anders de doek, zeg het maar. Niet zeggen bedoel ik. Laat zien. Musical. Ja. Musical, dat is snel. Uitstekend. Niet praten. Schilderij. Naar de film. Film. Jongens, dat gaat goed. 3:24. Later. Moet ik zeggen? Niet praten, anders doe je de doek in je mond. Want anders moeten we helemaal opnieuw. Schieten. Cowboy. John Wayne. Schieten. Gangster. Bonnie en Clyde. Rambo. Schieten. James Bond. Ja, dank je. James Bond. Het gaat om. Roger Moore is correct. Ja, stop de klok. Wat doe je? Ga je door of stop je? Je bent gestopt. Bent gestopt. 2:44. Bent gestopt. Je bent helemaal zeker geweten. Ik zal kijken wat de laatste opdracht was voor je geweest. Dat had de welbekende haal uit de zaal geweest. Haal uit de zaal. Je bent gestopt. Er staat een bedrag van 11.250 gulden. Luister, je kan kiezen tussen het geld of het schot voor de boeg ter linkerzijde. Pierre, ga je gang. En toch voelt hij zich niet eenzaam, hoewel men nauwelijks naar hem omkijkt. Luister naar het schot voor de boeg. Wat weet je wat het is, denk je? Denk het. Ja, ik denk het, maar ik zeg het niet. Luister naar het schot voor de boeg ter rechterzijde, Pierre. Dit uitje zal voor u ten overstaan van heel Nederland onvergetelijk maken. Wat wordt het? Rechts, links of het geld in het midden? Het geld. Ik laat je niet zien wat er ter rechterzijde stond. Het uitje, Pierre, dat was geweest. Zeg het eens. Dan was u de winter doorgegaan en bij ieder hap zou u nog dankbaar teruggedacht hebben aan de sterrenshow. Want er waren hier voor u penen, aardappelen en uitjes. Dan had u een winterlang hutspot gewonnen. Dat hebt u niet. Ik vraag het nog één keer, het mag zijn, hè? 11.250 gulden of de linkerzijde de prijs. Het schot voor de boeg nog één keer, Pierre. En toch voelt hij zich niet eenzaam, hoewel men nauwelijks naar hem omkijkt. Hij voelt zich niet eenzaam. Geld. De ouders in de zaal roepen, ik wil nu een beslissing. Geld. En ze hebben niet gewonnen, Pierre.
De eenzame, wat was dat? 2 uur onderhoud per jaar. Dat had hij gevraagd.